Het gebeurt vooral 's nachts als we op de baan zijn. Dan is meestal de straatverlichting uit. En als we dan de krantenbedeling moeten doen en we komen heel donkere straten terecht waar de huisnummers niet zichtbaar zijn, dan is het voor ons zeer moeilijk om de juiste krant in de juiste brievenbus te steken. Wij vinden het niet erg om langer te moeten werken. Maar wat zouden jullie ervan vinden als de buurman aan de slag gaat met de smartphone die jij besteld hebt en die wij daar per ongeluk hebben afgeleverd?